Op donderdag 28 juli 2022 is het officiële startsein gegeven voor het mangrove rehabilitatieproject De Weg naar Zee. De onthulling van het naambord is door president Chandrika Prasad Santokhi verricht. Dit programma zal ongeveer 3 jaar duren. Professor Dr. Sonat Naipaal, tevens initiatiefnemer van deze bijzondere aangelegenheid, gaf voorafgaand aan de contractondertekening middels een presentatie aan wat het uiteindelijke belang is van dit rehabilitatieproject. Een kwelder is een gebied dat omringd is door houten doorlaatbare dammen. En deze houten doorlaatbare dammen, die zijn gebouwd door wallabapalen en bamboes. Dat zijn allemaal materialen die je hier kan vinden, en heel makkelijk en heel veel. En daarmee proberen we, wordt getracht, de golven iets af te breken en de sediment op te vangen. Want sediment vormt later modder en modder is bijzonder noodzakelijk voor mangrovengroei. En mangroven zorgt verder later voor alle goederen en diensten die we hebben. De vissen, de vogels, ja, voedsel die je daaruit kan halen, honing die je daaruit kan uithalen. Dus heel veel zaken die daaruit voortvloeien. Vandaag onthullen we, of gaan we de launch hebben, de officiële launch. Het is een heel belangrijk project, dat heeft professor Naipaal aangegeven. En het gaat er dus vooral ook om, denk ik, het woord awareness is gevallen, om te laten zien dat die kwelders een belangrijke rol kunnen spelen in de bescherming van onze kust. Ik ga ervan uit en ik zal erop toezien ook, dat er studenten zullen worden ingezet ook bij dit project. Dat er wetenschappelijke publicaties ook uit zullen komen als resultaten van het project. Het project is een mooi voorbeeld van de ontwikkelingstaak die de universiteit heeft. En er was net een slide met een heleboel sectoren die eigenlijk aan bod komen bij dit project. Sectoren die allemaal een directe lijn hebben naar de maatschappij in Suriname. Voedsel, bescherming enzovoort. U noemde de SDGs. En ik denk dus dat dit dan een heel belangrijke rol daarin zal kunnen spelen. Ik wens u veel succes toe. En zoals u het al heeft aangegeven, vanuit de universiteit is er alle medewerking om dit tot een groot succes te laten worden. Ik ben D.C. Javinde van bestuursresort Paramaribo Zuidwest, tevens burgervader. Als burgervader ben ik heel erg blij met de start van het mangroveproject. Vanaf ik D.C. ben, heb ik geregeld veldbezoeken gebracht met mijn bestuursambtenaren in het gebied. Weg naar Zee, vooral toen het gebied blank was. Machteloos moet ik toekijken hoe landbouwgewassen door het zoute zeewater zijn vernietigd. Dat is niet al het verdriet dat de natuur aandoet. Maar met leden ogen zag ik hoe burgers hun woonhuizen onder water, waardoor ook de leefomstandigheden niet goed waren. Dan praat ik niet over de gevaren van labaria's en andere ongedierten waarmee de burgers rekening moesten houden. Aan de burgers zeg ik, houd u vol, koester u en ondersteunt u het mangroveproject. Niet alleen de burgers van dit gebied zullen ervan profiteren, maar heel Suriname. En als ik het goed heb, de hele wereld. Mangrovebossen houden niet alleen de zware golven tegen, maar zal ook erosie voorkomen. We zullen ook meer vissen zien en vogels. Professor Naipaal, dank u. Wel dat u niet heeft opgegeven en uw kennis met uw vaderland wil delen. Regering, ik bedank u voor het ondersteunen van het project. Zo kunnen we de oude glorie van de mangrovebossen van Suriname herstellen. Dank u. De verwachting is dat wij deze lijn die we laatst hebben hersteld, dat die dan permanent zal zijn. Dat we niet meer burgers gaan vragen om nog een 50 meter van hun perceel. Dus daarom vraag ik om iedereen die hier langs woont om de ondersteuning te geven. En erop te letten dat wanneer die kwelders zijn en er weer mangroven komt,
dat niemand daar weer een menselijk handelen dit niet weer gaat beschadigen door te kappen of in brand te steken, zoals we op andere locaties hebben gezien. En als voorlaatste wil ik ook vragen dat de regering rekening mee houdt met de lessons learned uit Weg naar Zee. En dat we eigenlijk in de andere gebieden, zoals ook aangemerkt in de presentatie van de universiteit, dat wij niet verder gaan met het degraderen van mangroeven in de kust. En dat we eigenlijk harder eraan werken om de wet die er is voor de wet op kustbescherming, dat weer dat goed te keuren en te effectueren. Zodat mensen geen handelingen in mangroeven mogen plegen zonder dat er toestemming is van een autoriteit. We hebben de aanbesteding gehouden. President, eerste keer niemand geïnteresseerd. Groot bedrag, miljoenen. Tweede keer aanbesteding, niemand geïnteresseerd. Derde keer niemand geïnteresseerd. Wat moet je dan doen? En toen is de procedure gestart van semi-afwijking openbaar, want we hebben het op offertebasis. En toen hebben we de universiteit ingeschakeld. Ik heb 2 jaar verloren misschien, zou je kunnen zeggen. Toch? En ondertussen, ik weet de directeur vanaf 2020 zei, minister, er komt weer een vloed, en er komt weer een vloed, en er komt weer een vloed. Ik heb risico genomen. Maar je hebt gezien, de hele situatie heeft meegewerkt. Toch? En ondertussen hebben we het dijklichaam opgepakt. Gisteren heeft de Raad van Ministers goedgekeurd, die sluis, die al jaren kapot is, of weet ik veel wat met dat ding is, te herstellen. Dus dat wordt hersteld, want dat was ook een van de problemen. Dus u gaat zien dat dat uitgevoerd wordt. En dit project moest natuurlijk voldoen aan een aantal eisen. Eigenlijk hebt u van de inleiders gehoord wat de eisen zijn. We moesten spin-off zien. Anders zouden we het ook niet laten goedkeuren door de regering. En u mag weten, de Raad van Ministers heeft inderdaad dit project ook goedgekeurd. Vanwege de verschillende spin-off die dit project inderdaad heeft. Dat is de geschiedenis en dat is waarom het een beetje lang heeft geduurd. Maar we zijn er. We zijn bij de belangrijkste instantie, de Universiteit van Suriname. En daarmee ga ik afsluiten. Wij gaan de universiteit inderdaad vragen om dit belangrijk project. Het is waarschijnlijk een van de grootste. Je hebt die gele, die rode lijn gezien. Het is niet één kwelder. Het is een verschrikkelijk groot gebied. Dat gebied wordt in uw handen gezet. Ik ga u gelijk zeggen. Het is het visitekaartje dat de universiteit krijgt om nationaal, internationaal nog harder te gaan profileren. We hebben dit 1 kilometer gegund. Het hele gebied is gegund. Ik ben nog steeds docent en onderzoeker aan de Anton de Kom Universiteit. En dus de kennis en kunde gaat in feite naar de universiteit. We moeten dit verdelen. We zijn een kennishuis waar we kennis delen. Dat is onze taak als universiteit. Maar tegelijkertijd is ook een nieuw approach, zoals ik zei, een wetenschappelijke aanpak. En dat moet verder worden uitgewerkt. En de universiteit is nu een partner die samengaat met het ministerie van Openbare Werken op dit ogenblik. Vandaar die ondertekening. Het gaat niet alleen hier om Weg naar Zee. Het gaat niet alleen om Suriname. Het gaat om de toekomst van ons planeet. Wat is er precies gaande met ons planeet? Ons planeet wordt bedreigd. Zeer ernstig. En wie zorgt voor die bedreiging? Wij mensen. Wij mensen zorgen voor die bedreiging. Hier, de Weg naar Zee. Men was al bezig met de uitvoering. De financiën waren beschikbaar. Maar ja, in 2010 is er een andere regering gekomen, heeft men gestopt. Maar ik hoor ook hoe duur die dam tegelijkertijd Tweede Ringweg zou gaan kosten. Ja, het kost enorm veel. Kijkt u maar naar het totaal territorium van Suriname. Meer dan 165.000 vierkante meter. Met 600.000 bewoners. Wie moet het financieren? Hoe gaan ze het financieren? We hebben geen miljarden mensen. We hebben geen miljoenen mensen. Dus we moeten naar andere mogelijkheden kijken. En dit project, mangroveproject, is niet alleen ter bescherming van onze kust. Want wij zijn, Suriname behoort tot de top 10 landen dat bedreigd wordt door de global warming, door stijging van de zeespiegel, omdat we een hele lage kustlijn hebben. En hoe gaan we dat beschermen? Mangroven.
op een natuurlijke wijze, maar wel met betrokkenheid van ieder. En het is bijzonder belangrijk dat de groeien tot ongeveer 20 centimeter. En dan kunnen heel makkelijk heel veel sediment opvangen. En daarmee rijst hij gewoon op. En binnen 2 jaar moet hij in feite 2 meter zijn, 3 meter zijn. Perfect, hoor. We zijn even alles gewend. Dank je wel. Applausje, mensen. Goed. We hebben een plant geplant. Ja. Parwa, hebben we net gehoord. Om het land Suriname te beschermen. En kijk u wat we nodig hebben. Geen zware investering. Van betonnen brug, kapitaalinvestering, gewoon het land Suriname beschermen met de natuur. En we bedanken de professor voor dit project.